Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video en vandaag is het weer tijd voor die ene serie waarin ik zeg maar spelers gebruik die jullie mij aanraden en dan ga ik packs openen en daarmee maak ik het team dan hopelijk steeds beter als de packs tenminste goed zijn, serie ding. En als je het nou niet snapt, ga dan even de eerste twee afleveringen kijken joh. Die staan hier nou bij dat i'tje linksbovenin, ze staan in de beschrijving, ze zijn straks aan het einde ook te zien, maar ja, je kunt ze beter nu kijken dan... Kun je de hele uitleg nog een keer volgen? Weet je wel waar deze video over gaat gaan? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Thanks dat je vaker volgt. Dan ben je vast al geabonneerd. Dus voor al die andere mensen, abonneer ook even. Dan mis je niks. Vandaag kwam de topcomment van... Ik ga het even opzoeken. Doe Pierlo, omdat hij deze week heeft laten weten dat hij gestopt is als pof. En ik kan niet anders zeggen dan... Ja, hij heeft er gewoon 100% groot gelijk in. Pierlo is een legende. Ik denk ook als je in het woordenboek... legende opzoekt, dat daar gewoon een foto van Pirlo staat. Maar deze man heeft gewoon 2 keer de Champions League gewonnen. Is 6 keer kampioen geworden in de Serie A. Heeft 2 keer de Coppa Italia gewonnen. Is natuurlijk wereldkampioen geworden met Italië in 2006. Heeft ook nog een keer het wereldkampioenschap voor clubteams gewonnen. Ja, deze man is Italië. Deze man is een legende. Je hebt er in Italië natuurlijk wel meer rondlopen. Maar Pirlo is toch wel een van de grootste, als je het aan mij vraagt. En bijna ouderen kijk je dit ook. En dan denk je waarschijnlijk van, ja, maar jij hebt Inzaghi nooit zien voetballen. Of... hoe heet die andere allemaal? Nesta en Materazzi en weet ik veel. Ook allemaal Italianen, allemaal legendes. Gaat het vandaag niet over. Vandaag gaat het gewoon om niemand anders dan Andrea Pirlo. Wat wel grappig was, vorige aflevering hadden we eigenlijk andere Italiaanse legende. Natuurlijk Buffon, heb je die nog niet gezien? Ja, heb ik al gezegd. Laat maar. Je weet waar je hem kunt vinden. Maar nu kunnen we dus Begovic gebruiken. En vandaag mogen we weer 10 mensen toevoegen aan ons team. Topcomment maakt altijd kans op €20 in de aflevering. Daarna, ik ga nu met de spelers spelen die hij heeft aangedragen en die jullie omhoog hebben gevoten. En ja, als ik niet allebei mijn potjes vandaag win, dan moet ik €20 geven. Dan ben ik de Lisa van de dag. Dus ga vooral weer allemaal die comments in. Ga je favoriete speler commenten. En als je ook goede comments ziet, geef die dan zeker even een duimpje omhoog. Zodat uiteindelijk de beste comment overblijft voor mij. En die kan ik dan volgende aflevering weer gaan gebruiken. Overigens, wat wel apart is, glitcht een beetje in YouTube. Want ik had vorige keer al tegen jullie gezegd, na 2 dagen ga ik kijken welke speler ik wil gebruiken. Nou, na 2 dagen was Pirlo dus de topcomment. En nu keek ik net weer en net was er een hele andere comment. Topcomment, terwijl dat hij minder likes had dan Pirlo. Dus het werkt af en toe een beetje raar. Maar ik kijk uiteindelijk gewoon na 2 dagen. Dan maak ik een screenshot en die comment die gebruik ik. Dat heb ik nu dus ook gedaan. En ik heb verder hier... Oh, dat was een hele goede klap. Heb je even een screenshot dat ik wel degelijk, natuurlijk wel degelijk... de code heb gestuurd naar de winnaar van vorige week. Ik weet niet waarom ik dit moet laten zien. Maar je hoort als YouTubers die heel triest zijn en shit niet doen. En voor mij is het voor de hand liggend dat ik gewoon eerlijk mijn prijs weggeef. Maar weet je... Dan zien jullie het nu met eigen ogen. Ik kom nu dus aan op het punt dat ik ook spelers niet kan kiezen. Want ik mag natuurlijk alleen de spelers gebruiken die in mijn team zitten. Dus als ik nu dan dit pack zie, dan denk ik van ja, ik heb hier eigenlijk niemand wie ik graag in mijn team zou willen. Kijk, deze Paloschi. Maar kijk, aan hem heb ik dan dus nog wel iets meer. Dus die ga ik inruilen. Maar nu mag ik Germain nooit meer gebruiken. Dus stel ik pack in dit pack eigenlijk niemand bruikbaar is, dan mag ik ook zeggen, oké, ik kies niemand uit dit pack om in mijn team te gooien. Maar natuurlijk op dit moment, kijk, ik krijg nu een shiny, het is niemand anders dan Traore. Die kan altijd nog wel een keer nuttig uitkomen. Dus dan zal ik die nog wel vervangen in plaats van, ja, wat ga ik ooit doen met die Krojicki nog, of met die Garcia. Die ga ik toch nooit meer gebruiken, dus die haal ik dan uit mijn team. Daarvan is dit pack een goed voorbeeld, denk ik. Je hebt al een linksbuiten La Liga die beter is dan deze. Ja, een center mid uit de Russian League ga ik niet gebruiken en de Silver ook niet. Dus uit dit pack kies ik gewoon niemand. Overigens, dat is best grappig, hè. Ik zeg altijd dit pack. Maar dat komt omdat het, zeg maar, het is dit pakket. Maar het is volgens mij deze pack. Of deze pakket. Ja, het is echt koude raar omdat het een Engels woord is. I don't know wat het precies is, maar... Iedereen zegt het weer anders. Of deze pakket... Ja, deze pakket klinkt in mijn oren helemaal niet, maar... Het is zo fucking vaag, jongen. Tot zover Nederlands met Rob. Op dit moment houden we er weer over op. Helaas. Oh, hey! Voor de eerste keer boorde volgens mij deze serie. Weet ik niet zeker. Kan ook in de eerste aflevering nog eentje bijgezeten hebben. Napoli, dit is... oh, dit is perfect. Caligon is en een Spanjaard. En ik heb daarachter 2 centermids uit Spanje staan. Dus daar linkt hij mee. Maar hij is ook nog in Serie A. En ik heb net de Serie A spits erin gegooid. Plus, ik heb op linksbuiten natuurlijk Nani, dat is ook serieus. Houdoe, hè? En dan nu weer een pack waarvan ik niemand kan gebruiken in mijn team. En dan het allerlaatste pakket. Ja, krijgen we niemand anders dan Chorluka is van 82.
Russian League Kroatië. Ja, ik zie niet snel voor me op het moment dat je Otamendi en Koscielny hebt, dat ik hem ooit ga gebruiken. We hebben ook Caballero. We hebben natuurlijk op dit moment Begovic, dus Caballero ga ik niet gebruiken. Maar we gaan wel afscheid nemen van onze laatste zilver. Dan is dit mijn team voor vandaag. Het begint er al langzaam op te lijken. 81 teamgeest, 80 beoordeling. Het wordt steeds beter. Pirlo is de legend van vandaag. We gaan het meemaken of ik weer 20 euro te goed weg moet geven. Of dat het saldo wordt verhoogd naar 40 euro voor de volgende aflevering. Want natuurlijk, als het me wel lukt om twee wedstrijden te winnen, dan hou ik het te goed gewoon vast. En dan komt de volgende aflevering weer 20 euro bij. Stel nou dat ik een aantal afleveringen achter elkaar zou kunnen winnen. Ja, stel dat het gebeurt, hè. Stel dat. Zou het zomaar kunnen dat er over een paar afleveringen echt een zieke prijs uitgaat. 100 euro of zo, dat is gewoon rustig heel veel FIFA points. Hoeveel? 12.000. Nou, Team of the Year komt eraan. Black Friday is waarschijnlijk vandaag. We hebben trouwens wel een goede tegenstander. Dus het ziet er niet echt naar uit dat ik nu ga winnen, maar je weet het niet. Dan gaat Caligon, die loopt gewoon overal doorheen. Caligon, verhoek. Oh, Keylor Navas pakt hem, zeg. Dan nu balletje aan Pirlo. Pirlo, hoe mooi is dit? 5e minuut, Andrea Pirlo, zoals het hoort. En het is 1 tegen 0. Ja, dat doen we. Even een lekker Italiaans dansje. Die heupjes zijn ook smooth op zijn... Kijk, in 1979, dan is hij op dit moment... Ja, heel oud. 38 of zo? Nee. G1-1. Nou, daar hebben we lang van kunnen genieten van deze voorsprong. Alosic, goede bal. Nani, het is 2-1. Goeie voorzet van mijn spitsie, die niet heel snel is, maar wel sterk aan de bal. Dan legt hij hem neer voor Nani. Navas kan niks doen. En dan is het 2-1. Nu gaat hij de bal wel in. Volgende aflevering, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, daar is Nani. Oh, dan weer een Nani. Gaat hij nu wel maken? Nee, ik weet het niet. Nou, Xabi Prieto. Goeie voorzet, Nani nu. Nee. Ja, dat dus. Nee, meteen vanaf de aftrap. Dit meen je niet. Oh, lekker Begovic. Goed, jong. Ja, hij gaat. Caligon. Oh, hij is zo snel. Hij is fijn, man. Caligon legt hem terug. Oh, en dan maakt hij hem zelf. Nee, op de bal. Nani, op mijn spits. En nu is het wel 3-1. Paloschi maakt hem op aangeven van Nani. Dat is lekker. Wat is dit nou voor een goal? Wat? Hij doet een halve omhaal en het beeld glitcht ook heel raar na die goal meteen terug. Ah ja, I don't know. Oké. Dit was echt zwaar, random. Ah, Bakambu 1-1. Ja, 3-3. Man. Zo simpel. Gast, hoe zit Koscielny niet te dekken, man? Otamendi is het traag om dan nog dicht te lopen. Maar die Koscielny, jongen, die zet voor zijn man af en toe die AI op FIFA 18, jongen. Daar snap ik zo weinig van. Oei. Ah, heb ik geluk. Gast, ik had die wedstrijd zo in handen. Ik stond 3-1 voor en nu de tweede helft. Ik heb nog geen kans gehad. Misschien nu, zo'n counter. Pirlo. Ja, dit is goed. Dit is een kans. Deze moet erin. En dan mist hij en dan gaat hij alsnog in. Het is 4-3. Ja. Hop. Draaien, Trigueros. Nu is het wel beslist. 5-3. Ja, die 20 euro houden we vandaag. Het zit erop. We winnen met 5-3. Dat is in ieder geval de eerste van de twee. Op naar match 2. Ja, ik moest tussendoor zelf even trainen. En daarom zit ik nu hier. Ik kom net uit de douche. Dus I don't know what the fuck er is gebeurd met mijn haar. Maar mijn tweede tegenstander staat op jullie beeldscherm. En... ja. Oh! Dit is een doelpunt en dan is het een assist van Pirlo. De man, ik zat net te kijken toevallig. 93 vrije trappen nauwkeurigheid. Ik weet niet precies wat de voorzet was. Maar die man heeft de trap echt. Dan word je echt zo vies smerig van. Als je op 38-jarige leeftijd nog zo'n goede trap hebt. En dan vervolgens vliegt die bal binnen. Ik had het helemaal niet door eigenlijk. Assistje van Pirlo, dat is lekker. Die noteren we. Oh, tik is helemaal weg. Oh, wat een doelpunt. Nani maakt hem, het is 2-0. De 20 euro wordt verhoogd, jongens. Dit kan ik niet meer weggeven. Ik sta lekker te spelen. Goeie goal van Nani. Paloski, oh. Kan ik gewoon, goede bal, Nani, 3-0. Oh, op de keeper zeg. Jetto, goed balletje. Kan ik gewoon, dit is een penalty. Het wordt een doeltrap. Hoe is dit geen penalty? Nani, naar binnen. Oh, goed, goal. Ja hoor, korte hoek, hang gepasseerd, 3-0. Jullie weten waar tijd voor is als het 3-0 is. Nee! Ik wilde Pirlo in de spits zetten. Lief die lul. Ja, we hebben in ieder geval wel gewonnen. Dan blijf deze PS en kan lekker binnen op. En de Xbox K trouwens ook. Wel een assist van Pirlo deze wedstrijd. En een goal in de eerste. Helaas niet de hele wedstrijd uit kunnen spelen. Anders had ik misschien meer kunnen scoren. Dan komt Pirlo toch
een mooie tweede plek in onze topscorerslijst. En als center mid is daar helemaal niks verkeerd aan. Zeker niet als Arjen Robben de persoon is die boven je staat. Wel, die vorm die gaat natuurlijk niet van die laatste plek afkomen. Dat snappen jullie ook. Ik had graag een penalty met hem genomen vorige aflevering, maar was helaas niet gelukt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even hier beneden een comment achter welke speler ik volgende keer moet pakken. Als ik dit lijstje tot nu toe gewoon zie, dan staan er echt alleen maar legendes in. Dus ik ben echt benieuwd met wie jullie volgende keer komen. Dan is er 40 euro te winnen. Maar ja, zolang ik blijf winnen, dan blijft het geld bij mij. Op een keer moet het fout gaan. Dus ik zie jullie allemaal weer bij de volgende video. Abonneer je ook en tot de volgende keer. Later mensen.